Stel jezelf eens voor, je hebt te maken gehad met psychische problemen, zoals bijvoorbeeld een depressie. Je hebt hier hard aan gewerkt en hulp voor gekregen en inmiddels sta je op een punt om weer aan het werk te gaan. Je kijkt ernaar uit om weer aan het slag te gaan in het veld waar je altijd actief was en je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In het sollicitatiegesprek word je ineens overrompeld met de vraag: Goh, ik zie dat je het afgelopen jaar niet gewerkt hebt. Hoe komt dat zo? Mijn naam is Kim Janssens en ik ben promovendus bij TRANSO, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Binnen de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid voer ik een door Zon en Wegen gefinancierd onderzoek uit naar mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en psychische problemen hebben of hebben gehad. Daarbij richt ik me op de vraag of mensen met psychische problemen stigma en discriminatie ervaren bij het vinden van werk. Eerder onderzoek laat zien dat mensen met veel voorkomende en ernstige psychische problemen 3 tot 7 keer minder vaak betaald werk vinden dan mensen die geen psychische problemen hebben. Nou, dit is problematisch, omdat wereldwijd ongeveer 30% van de bevolking ooit in zijn of haar leven psychische problemen ontwikkelt. Een van de redenen waarom mensen met psychische problemen minder vaak betaald werk vinden, is stigma en discriminatie. Het woord stigma heeft zijn herkomst in de taal van de oude Grieken en betekent brandmerk. Het is dus een negatief stempel wat een groep mensen met bepaalde kenmerken of gedragingen krijgt en wat ook niet zomaar verdwijnt. Stigmatisering is dus het proces waarin mensen worden gelabeld, veroordeeld of uitgesloten en wat tot gevolg kan hebben dat mensen worden gediscrimineerd of dat er zelfstigma ontstaat. Een voorbeeld van discriminatie is wanneer leidinggevenden denken dat mensen met psychische problemen niet goed kunnen functioneren. Een leidinggevende kan er daardoor voor kiezen om iemand met psychische problemen niet aan te nemen. Zelfstigma is het proces waarbij iemand met psychische problemen zelf gelooft in de negatieve vooroordelen die er bestaan. En dit kan tot gevolg hebben dat iemand minder zelfrespect heeft en minder gevoel voor eigenwaarde, maar kan zich ook uiten in het zogenaamde white-try-effect. Met het white-try-effect wordt bedoeld dat iemand met psychische problemen bepaalde dingen niet meer doet of vermijdt, zoals bijvoorbeeld solliciteren, omdat men gelooft in de negatieve vooroordelen die er bestaan en dat iemand dus toch niet wordt aangenomen wanneer er wordt gesolliciteerd. In Engeland is een beslishulp ontwikkeld die mensen helpt bij de vraag of je op het werk wel of niet over je psychische problemen wilt vertellen. En als je open bent, wat vertel je dan? Op welk moment en aan wie? Onderzoek naar deze beslishulp laat zien dat mensen met ernstige psychische aandoeningen na 3 maanden vaker fulltime betaald werk hadden gevonden dan mensen die deze beslishulp niet hebben gebruikt. En daarnaast ervoeren deze mensen minder stress bij de keuze om wel of niet open te zijn over de psychische problemen op het werk. Omdat de resultaten van dit Engels onderzoek zo positief zijn, onderzoeken we deze methode op dit moment in Nederland. In samenwerking met de organisatie Samen Sterk Zonder Stigma hebben we deze beslishulp doorontwikkeld naar de Nederlandse praktijk. En daarnaast hebben we een training ontwikkeld voor reïntegratieprofessionals. Maar binnen een aantal gemeenten in Noord-Brabant onderzoeken we op dit moment of deze methode in Nederland ook effectief is. We kijken daarbij of het mensen met psychische problemen helpt om vaker betaald werk te vinden en of ze minder stress ervaren bij de keuze om wel of niet open te zijn over de psychische problemen. Daarnaast onderzoeken we of deze methode ook kosteneffectief is in de Nederlandse praktijk. Nou, de eerste resultaten van dit onderzoek laten zien dat ruim 40% van de mensen denkt minder kans te hebben om betaald werk te vinden vanwege de psychische problemen. Ongeveer de helft van de mensen die in het verleden heeft gezocht naar werk, heeft daarbij het gevoel gehad negatief te zijn behandeld. Daarnaast heeft ruim 60% van de mensen die in het verleden betaald werk heeft gehad, het gevoel gehad nadelig te zijn behandeld bij het behouden van werk. Mensen denken dat open zijn over psychische problemen vooral negatieve gevolgen kan hebben voor in het contact met de werkgever en in de toekomstkansen van een baan.
Nou, in hoeverre zijn Nederlandse leidinggevenden daadwerkelijk bereid om iemand met psychische problemen aan te nemen? Ook dit hebben we de afgelopen jaren onderzocht. Want stel je nu eens voor dat je een leidinggevende bent van een leuk team, wat mag uitbreiden met een persoon. Je hebt een sollicitant voor je die helemaal voldoet aan het profiel en waarvan je denkt dat het goed binnen het team zal passen. In je voorbereidingen zie je dat de sollicitant het afgelopen jaar niet heeft gewerkt. En daarom vraag je tijdens het gesprek: "Goh, ik zie dat je het afgelopen jaar niet hebt gewerkt. Hoe komt dat zo?" Nou, ruim 600 Nederlandse leidinggevenden hebben een vragenlijst ingevuld waarbij we vragen hebben gesteld over wat eventuele zorgen of juist redenen zijn om iemand met psychische problemen wel of niet aan te nemen. Meer dan 60% van de leidinggevenden die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft twijfels om iemand aan te nemen die op dat moment psychische problemen heeft. Daarnaast heeft meer dan 1/3 van de leidinggevenden twijfels om iemand aan te nemen die in het verleden psychische problemen heeft gehad. Leidinggevenden hebben met name zorgen dat iemand met psychische problemen langdurig ziek kan worden of dat er niet kan worden gerekend op de werknemer. En deze twijfels kunnen in individuele gevallen natuurlijk waar zijn, maar het is oneerlijk als daarom iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad een oneerlijke kans krijgt. Zoals de eerste resultaten uit deze studies laten zien, is het belangrijk dat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt om wel of niet over de psychische problemen te vertellen op het werk. En als iemand open is, is het belangrijk dat het gesprek tussen de leidinggevende en sollicitant of werknemer wordt gevoerd, waarbij de nadruk ligt op wat wel mogelijk is en wat iemand nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Mensen met psychische problemen kunnen dit voorbereiden door van tevoren stil te staan bij of en hoe je het wel of niet wilt vertellen op het werk. In bijvoorbeeld een gesprek met de leidinggevende of bijvoorbeeld bij collega's. Want open zijn over psychische problemen kan voor positieve uitkomsten zorgen, zoals steun van collega's of de juiste werkaanpassingen, maar kan ook negatieve gevolgen hebben, zoals stigma en discriminatie. Nou, wanneer de beslissing op die wij onderzoeken effectief blijkt te zijn, zal de organisatie Samen Sterk Zonder Stigma deze methode verder gaan implementeren in de praktijk. En wil je nou meer weten over de onderzoeken waar ik zojuist over heb verteld, neem dan vooral contact met mij op.